Mijn naam is Sissi Bega. Ik ben 59 jaar. Ik ben boer hier in Oudeschoot. En op een bedrijf van een 57 hectare grond. Waarvan 2 hectare dus vezelhennep, 9 hectare snijmais en de rest is grasland. Waarom vezelhennep? Dat is een ontzettend gezond product. Ik heb er 2 jaar terug al ervaring mee gehad. Dat heb ik toen op een andere manier gedaan dan dit jaar. Voor de 2 jaar terug heb ik het ingekuild, aangereden, met zand erover afgedekt. De bult weer opengemaakt toen de mais eraf ging. Toen hebben we de vezelhennep helemaal onder de mais verdeeld. Onder 2 maishopen. Het effect van de eerste hoop was perfect. De tweede hoop gingen de sappen van de mais door de vezelhennep heen. En was het effect van de vezelhennep was weg. Wat is het effect van de vezelhennep bij de koeien? Je hebt hele actieve koeien. Ze zijn door die prikkeling, want het is een vrij hard product, die ze in de darm hebben, zijn heel actief. En je hebt een geweldige werking op het beenwerk, op de klauwen, heel gezonde klauwen, waardoor ze ook veel meer bewegen. En de tweede gedeelte, dat ik toen de mais daar langer op zat, was het effect weg. En daar was ik niet tevreden over. Daar heb ik een jaartje gewacht. Want ik hoorde al dat er wat ronde balen aan het ontwikkelen waren, maar daar waren de ervaringen ook verschillend van. Maar dit jaar heb ik het aangepakt en ik ben er nu mee aan het voeren. En ik heb al leuke ervaringen dat het al beter gaat met de koeien weer, vooral met de klauwen. En ik voer nu ongeveer 1,5 kilo per koe per dag. En dat kan ik een jaar rond zetten, helemaal. Dus dat gaat goed. En ik ben heel tevreden.